Bij de grens te Albina zijn er door het ministerie van Defensie meer militairen ingezet om te voorkomen dat er personen met het COVID-19-virus en de diverse varianten het land binnenkomen. De verhoogde zichtbaarheid moet een preventief karakter hebben. Slechts repatrianten en essentieel personenverkeer met inachtneming van de protocollen mogen Suriname binnenkomen. Minister Matura zegt middels een persbericht dat de grens tussen Albina en Saint Laurent du Maroni belangrijk is vanwege kinderen die op school gaan in Frans-Guyana, personen die moeten oversteken om naar hun kostgrond in Suriname te komen en de handel tussen de beide landen. Om toezicht te blijven houden op de grens heeft het ministerie van Defensie naast de posten Albina nog meer posten langs de Marowijnenrivier die lopen tot het verre binnenland.